Ik ga zwemles krijgen, maar niet van gewone jongens. Nee, deze jongens willen naar de Olympische Spelen. Die zijn erg goed, ze hebben ambitie. Ja, en misschien kunnen ze het mij leren. Ik was 9 jaar diploma A, dus wat weer een hopeloos geval. Dit is de hoofdtrainer van ons, Agnes Haan. Probeer je elleboog wat hoger te houden en er meer voor je hoofd in te steken. Mark Kramer. Mist net op een paar honderdste het 50 vlinderrecord van Piet van Hogeband. Toby Arnoudsen, overgekomen van Lukteret in Mergel uit Zeeland. En komt bij speciaal naar Groningen toe voor het zwemmen. Nederlands jeugdrecordhouder op de 50 meter schoolslag, Timon Evenhuis. Rita Daan, dat is mijn broer. Ging de afgelopen 2 jaar mee naar de Europese kampioenschappen. Op bijvoorbeeld 100 meter wisselslag sta ik derde ooit van Nederland. En ikzelf en Rory Bob Daan. En zwemmer en grondlegger van Ankerteam Groningen. Jullie willen graag naar de Olympische Spelen? We zijn tussen 20 en 25 uur per week aan sport. Het ziet er wel apart uit, hè? Ja, het ziet er zeer apart uit. De ene doet ook wat mooier dan de ander. Ja. Maar dat is eigenlijk allemaal oefeningen voor de romp. Ik zou hier wel graag even aan mee willen doen. Kijken of ik dat enigszins kan behappen. Nog 40. Misschien niet op. Gaan we fietsen, jongens. Gaan we. 3, 12, 18, 21, 28, 29, 30. Oei. Je hebt er wat voor nodig hoor, om de Olympische Spelen te halen. Jongen. Knieën naar je oksels. De knieën helemaal naar je oksels aan het draaien. Ah, nog een keer, kom op. Dit ziet er weer niet uit. Nee, dit is te moeilijk. Nou, het vervelende hebben we nu gehad. Nu gaan we zwemmen? Ja. Mark gaat nu even 2 baantjes vlinder doen. En je doet altijd op 1 cyclus van de arm doe je 2 beenslagen. Maar wat ook belangrijk is dat je je benen bij elkaar houdt. Kijk, ook bij de rugval mag je dus onder water vlinder benen gebruiken. Ja. Je neemt stroomlijn aan, zet je voeten tegen de muur, zet je af. En dan maak je dus eerst een plat vlinderbeweging. En dan kom je vast boven en begin je rugkrol te zwemmen. Nou, laat Timon nu even zien hoe de schoolslag gezwommen wordt. Borstkrolbeweging. Hier was je echt op gedisqualificeerd hoor. Doe dat goed? Nee, tuurlijk niet. Je mag nooit geen borstkrolbenen doen bij de stad. Dit is schoolslag. Nou doet Rudy Ted nog even 2 baantjes borstkrol met het keerpunt wat daarbij hoort. Nou Martin, ik denk dat je er helemaal klaar voor bent. Gaan we nu nog even een wedstrijdje doen. Dankjewel. Op je bent er nog niet, die staat al stil als je in het aan te. 39,9. Rudy Ted 18,9. Timon 19. Ja, ook dit mondde weer een beetje uit in de teleurstelling. Maar goed, dit zijn wel Olympische toppen. Hé jongens, 2012 zit ik voor de buis. Pakken jullie goud. En dan denk ik van, ik heb toch met die jongens mogen zwemmen. Het was niet goed voor mij, maar wel een eer. Jongens, helemaal 2012. Goud. En dat gaat lukken, let op.